Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 20 februari. Het bewijs van de Heilige Geest. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Handelingen 4, vers 31. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Er zijn te veel ongelukkige, wedergeboren, geestvervulde gelovigen die niet weten wat het is om vervuld te blijven met de Geest van God door Hem dagelijks te erkennen en zijn wegen na te streven. De Heilige Geest is in hen, maar zij laten het bewijs van Hem niet zichtbaar worden in hun normale, dagelijks leven. Het is mogelijk om een glas met water te vullen zonder dat je het helemaal vult. Precies zo is het wanneer we wedergeboren zijn. Dan hebben we de Heilige Geest in ons, maar het kan zijn dat we nog niet volledig gevuld zijn om het bewijs van zijn kracht in ons leven te zien. Handelingen 4 vers 31 laat zien dat, toen mensen vervuld waren met de Heilige Geest, zij het woord van God brachten met vrijheid, vrijmoedigheid en moed. Het behaagt God niet wanneer mensen Hem in hun dagelijks leven uitsluiten en vervolgens religieuze formules toepassen om te proberen Hem tevreden te stellen. In plaats daarvan wil Hij dat wij een geestvervuld leven van vrijheid, vrijmoedigheid en moed verwezenlijken. Ik verzoek je dringend om God vrij te laten werken in alle gebieden van je leven door de kracht van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil elke dag vervuld zijn met uw Heilige Geest. Help mij om elke dag te leven in vrijheid, vrijmoedigheid en moed die ik door de Heilige Geest mag ontvangen voor elke dag van mijn leven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.